het leven van een ondernemer is vooral zin hebben in je werk, offers moeten brengen, risico's willen nemen, je tijd goed verdelen en belief hebben in wat je doet en in, als je een product produceert, belief hebben in je product. Dat is het hele belangrijke. Avonturiers zijn bekend met de volgende gebeurtenis. Je gaat op een trip naar het binnenland, moet de boot pakken en aangekomen op locatie zijn al je spullen kletsnat wegens de regen of het onstuimige water. Een Surinaamse ondernemer, Capacity Suriname, heeft daar een oplossing voor bedacht, namelijk waterdichte tassen. Ik ben Job Fitzjim en ik ben de directeur van Capacity Manufacturing Suriname. Capacity produceert waterdichte tassen die gemaakt zijn van nylonmateriaal. De dag is vrij gevuld. Het begint om 5 uur 's morgens. Met een beetje geluk heb ik nog tijd om te sporten. En dan kom ik naar het werk en beginnen we om 7:30. En dan moet ik zien dat ik mijn tijd kan verdelen tussen 2 bedrijven. En hoe gaat dat? Het lukt best wel goed. Het is soms een strijd. Maar het zijn 2 bedrijven, eentje is een gevestigd bedrijf, de andere die moet nog heel veel groeien. Dus ja, het is af en toe echt wikken en wegen van hoe je dat voor elkaar krijgt. Een vriend van mij is op het idee gekomen. Het is eigenlijk tweeledig ontstaan. Het moederbedrijf van ons dat produceerde dekzeilen al van hetzelfde materiaal. En we hadden heel veel restmateriaal over. En we hebben heel lang nagedacht over wat we kunnen doen met het restmateriaal. Om natuurlijk zo milieuvriendelijk en zo economisch mogelijk ermee om te gaan. Die vriend die had thuis een waterdichte tas. Want het concept van een waterdichte tas is niet nieuw. Dat hebben we niet uitgevonden. Toen hebben we gezegd van hé, daar kunnen we wat mee doen. Dus we hebben die tas als voorbeeld genomen. Toen zijn we gaan proberen met het restmateriaal dat we hebben. Om te kijken of we het na kunnen maken. Daar hebben we ongeveer 2 jaar lang over gedaan, totdat het een leuk productje was. Toen hebben we besloten om het echt vorm te gaan geven en we hebben uiteindelijk het product gelaunched in 2016 op de Made in Suriname beurs met een hele lijn aan in Suriname gemaakte waterdichte tassen. Ik ga je helemaal laten zien hoe een tas gemaakt wordt. Als wij een bestelling krijgen of wij bepalen wat voor tassen er gemaakt moeten worden voor de voorraad, dan komt er een order. Die komt naar de snijtafel en dat is dit station. En dan gaan de jongens op basis van de opdracht, gaan ze uit het vel nylonmateriaal, gaan ze de vorm snijden als basis voor de tas. We hebben 8 standaard modellen en van die modellen hebben we mallen gemaakt om het proces te versnellen. Dus de opdracht komt hier binnen. Het wordt gesneden, alle onderdelen van de tassen worden uit de vellen gesneden en dan gaat het vanuit daar gaat het naar het volgende station. Dus wat gaat deze lijn nu doen? Hij snijdt nu een vorm uit voor een bepaald model tas. Ja. Dat kan ik doen. Het materiaal is afkomstig uit Europa vooralsnog en het is gemaakt van nylon. En het is hetzelfde materiaal waarvan dekzeilen worden gemaakt. Nou ja, zoals ik al eerder vertelde, had ons moederbedrijf heel veel restmateriaal. Dus de keuze was heel snel gemaakt. Om onze klanten te interesseren om een capacitas te kopen, voeren we een aantal marketingcampagnes. Vooral op Facebook, op social media. Via internet, Instagram en natuurlijk proberen we zoveel mogelijk op straat te zijn met onze tassen, aan evenementen mee te doen, zodat het beeld van capacitas eigenlijk standaard wordt in de Surinaamse maatschappij. Als de vellen uitgesneden zijn, dan gaat het naar de vulkanisering. Thank you.
collega klaar is met het deels te organiseren van het tasje, dan gaat het naar de naaimachine en dat deze kant op. Als mijn collega bij de naaimachine ermee klaar is, gaat het weer terug naar de vulkaniseermachine en dat is dan voor dit tasje het laatste gedeelte. Komen jullie mee? Deze meneer is een hele belangrijke schakel in het proces, dat klopt. En wat hij nu gaat doen, voor dit model komt er een patch op de achterkant. Dit model is een fanny pack, een buiktasje. En daarvoor moet er een patch op de achterkant waardoor straks het riempje heen gaat. Aha. En een grote buiktas. Nou, als hij dicht is, is hij niet zo groot. Ik zal het straks even laten zien. Vulkaniseren klaar is, gaan we naar de laatste stap voor dit tasje. Dat is dat het logo erop wordt geplakt en de belt wordt erin gezet. En dan is hij ready. We gaan even naar de tafel. Thank you.
hoe de keten eruit ziet, dat is eigenlijk heel simpel. Zoals zij al zei, Capaci is ontstaan uit een moederorganisatie. Die moederorganisatie is dan ook degene die onze grondstoffen uit het buitenland haalt. En die is tevens ook onze partner. Capaci heeft 8 standaard modellen. Daarnaast maken we af en toe voor bepaalde mensen ook customized bags. Maar de 8 standaard modellen die we hebben, die hebben allemaal een naam die te maken heeft met water. Daar hebben we met opzet voor gekozen, omdat Capaci een waterdichte tas is. En het is een Surinaams product, dus hebben we allemaal een Surinaamse naam die met water te maken heeft. Dus we hebben Kriki, we hebben een Sula, we hebben een Tompu, we hebben een Pahu, we hebben een Liba. Dat is het ongeveer een beetje. Van bepaalde modellen hebben we 2. En de mensen die echt heel veel willen weten over Capaci kunnen naar onze Facebook-site of onze website. Dat komt straks in beeld. En verder hebben we 13 kleuren waar de mensen uit kunnen kiezen. Dus mensen kunnen zelf bepalen welke kleur ze willen en welke kleurcombinaties ze willen. We hebben een webshop. Daar zijn alle modellen en de kleuren te zien. En ook via Facebook of via e-mail. Maar we hebben ook een aantal wederverkopers in Paramaribo. Het verschil tussen mijn tassen en buitenlandse tassen is dat de capacitas in Suriname is gemaakt door Surinamers voor Surinamers. Als mensen een capacitas kopen, dat wil zeggen dat ze Surinaams ondernemerschap stimuleren en dat ze een Surinaams product leren waarderen. En dat is het verschil tussen een buitenlandse tas en een Surinaamse tas. Mijn achtergrond is een maritieme achtergrond vanuit het buitenland. En sinds ik in Suriname ben, ben ik werkzaam bij een bedrijf. En sinds kort, sinds een paar jaar, dus ook de directeur van Capaci Suriname. Ik heb zeker weten offers moeten brengen. De offers die ik heb gebracht is vooral in tijd. Erachter komen en er proberen te leren hoe je je tijd moet verdelen tussen 2 bedrijven. Want ze zijn allebei belangrijk. De ene is niet belangrijker dan de andere. Dus het is best wel moeilijk soms, maar het lukt wel. Onderschat? Niet echt. De partners komen allemaal uit het bedrijfsleven, een deel uit het productiebedrijfsleven. Dus heel veel challenges die je kan tegenkomen met ondernemerschap, die hadden we al genomen. Wat we wel hebben onderschat is het back-office gedeelte, dus het marketing gedeelte, het publiceren, de social media gedeelte ervan. We zijn allemaal doeners, dus daar hebben we af en toe mensen voor ingehuurd om dat een beetje voor ons te doen. Maar verder lukt het aardig. Een boodschap voor startende ondernemers of ondernemers die willen groeien is vooral heel belangrijk dat je het werk erin wil zetten, dat je passie hebt, dat je geloof hebt in je product. Een bedrijf opstarten is heel makkelijk. Dat is een papiertje invullen bij KKF, maar het uiteindelijk tot ontwikkeling brengen en het laten groeien van bedrijf, dat vergt heel veel tijd en energie en inzet en vooral geloof in je product.